Bereid je voor op een verpletterende nederlaag. Blijf dromen, ik versla je zelfs met mijn ogen dicht. Ontwijk, ja, zo. Er is iemand aan de deur. Ik kijk even. Hé, ik werd afgeleid. Wie is daar? Vreemd, ik zie niemand achter de deur. De jongens hadden duidelijk niet zulke gasten verwacht. Een pluisje? Welkom, schattige vrienden. Hondjes, leuk. Oh, hi. Mijn naam is Tyler. Bijt me alsjeblieft niet. Waar komt dat vandaan? Kijk, daar zijn er meer. Wat leuk. Puppies, ik kom eraan. Het lijkt erop dat ze vriendelijk zijn. Denk je dat ze verdwaald zijn? Helaas kunnen dieren niet spreken. Maar ze kunnen wel op knoppen drukken. Hij heeft de tv aangezet. Er is nieuws. We hebben niets om de dieren te voeren. Ons hondenasiel heeft geen geld meer. Arme dingen zullen weer op straat moeten leven. Wat een dag. Ah, laat me je aaien. Waar kijk je naar? Huh? Dus je kwam uit het asiel? Jongens, ik snap het. Ze willen dat we hun nieuwe baasjes worden. We moeten ze helpen. Uh-oh, ze heeft een splinter in haar poot. Maak je geen zorgen, lieverd. Dokter Mia zal je redden. Gewoon zo. Ik schrijf je dagelijks knuffelen voor. Laten we de honden houden. Nou, ik vind het niet erg. Ik ook niet. Woehoe. Laten we eten gaan zoeken. We zijn zo terug. Zullen de jongens goede huisdier-eigenaren kunnen worden? Laten we eens kijken. Dit is het duurste hondenvoer. Mike, kijk. Wacht, er zijn meer voetafdrukken hier. Zie je waar ze naartoe leiden? Mia, ik denk dat jouw huisdier hier ook bij betrokken is. Het is tijd om schoon te maken. Oh, mijn jongen is niet vuil geworden. Oh nee, ze zijn gekrompen. Wat moeten we doen? Misschien is het een soort spreuk? Ik heb een paar ideeën om ze te onttoveren. Ik ben zo terug. Ik hoop dat zijn plan werkt. Of misschien worden de hondjes weer normaal als ik de vloer dweil. Hoe dan ook, schoonmaken kan geen kwaad. Het is raar. Ik neem een pup liever mee naar buiten. Laten we gaan, vriend. Voordat jij ook betoverd wordt. Misschien heeft hij water nodig? Zoals paddenstoelen. Die groeien na de regen. Waarom honden niet? Ik zal het warmer maken zodat hij het comfortabel heeft. Het is gelukt. Nu ben je niet alleen charmant, maar ook schoon. Mia, kijk. Het is je gelukt. Ik heb hem net in bad gedaan in de wasbak. Waarom heb ik daar niet aan gedacht? Ik ga het nu proberen. De wasbak is te klein voor ons. Grote honden hebben speciale omstandigheden nodig. Ja, je bent gegroeid. Wat een schoonheid zit hier. Die geur. Het is niet goed. Ik heb iets bedacht. Laten we je adem opfrissen. Wat vind je van mijn smaak? Je zult zien, iedereen zal blij zijn met je glimlach. Je moet het goed schoonmaken, zoals dit. Geweldig, nu ben je schattig. Mijn huisdier moet er net zo luxueus uitzien als ik. Laten we eerst een stijlvol kapsel voor je maken. Wat zijn de huidige trends in de hondenmode? Ach, het maakt niet uit. Mijn gevoel voor koelheid zal me helpen. Het faalt nooit. Zal ik mijn eigen dierenkapsalon openen? Hij mist iets. Laten we zijn poten versieren. Ik denk dat ik weet hoe. Wat is er koeler dan een felle pedicure? Je moet gewoon de juiste nagellak kiezen. Te eenvoudig. Niet duur genoeg. Nee, ook verkeerd. Ik weet het niet. Oh, nu praten we. Kom hier, vriend. Vind je het niet leuk? Huh? Oh, mijn been neukt. Wacht even. Natuurlijk. Waarom zag ik het niet eerder? Gouden schoenen van Troumani zullen niemand onverschillig laten. Nu kun je trots naar de rode loper gaan. Geweldig. Laten we gaan, mijn viervoeter. Dus wat is het plan? De eerste stap is gezet. Nu hebben we halsbanden nodig. Alle honden die een eigenaar hebben, dragen ze. Waar te beginnen? Idee! Ik kan alles alleen doen. Pupper zal het geweldig vinden. Bubby, kom hier. Brave jongen. Nu zal ik een mooie halsband voor je maken. Laat me hem passen. Goed, het zal niet moeilijk zijn. Ik ben klaar. Maar ik heb een werkbank nodig. Bedankt. Dat is wat een zorgzame eigenaar betekent. Rijke Mike wil zijn hond echt gelukkig maken. Geweldig. Laten we de stof nemen. Dan verbinden we alles. Aanschouw de LED-halsband. Stijlvol en functioneel. Nu raak je zelfs in het donker niet meer kwijt. Vind je het leuk? Ik zal elke dag met je wandelen in het park. Het ziet er geweldig uit. Laten we buiten lopen, coole jongen. En wat zal de gigarijke teler doen voor zijn pluizige vriend? Hij is niet gewend om dingen alleen te doen. Je lijkt een halsband nodig te hebben. Ik bedenk wel iets. Oh, ik heb al een gouden ketting.
Laten we hem passen. Zo luxueus. Nu zie je eruit als een $1,000,000. Mijn klein goud. Ik zou een fotoshoot voor je moeten regelen. Mijn hond heeft ook een halsband nodig. Maar ik heb niets. Ik moet improviseren, zoals altijd. Hey, er is een oplossing. Ik heb misschien geen geld, maar ik heb mijn vindingrijkheid. Het touw zou prima werken en ik hoef niets te kopen. Wie zei dat een cadeau duur moet zijn? Arme Mia weet dat het belangrijkste is dat het met liefde is gemaakt. Een prachtig ambachtelijke kraag. De final touch. Prachtig. Ik denk dat mijn hond het leuk gaat vinden. Kom hier, meisje. Kijk wat ik voor je heb. Wil je het dragen? Haha, ik wist dat je het zou waarderen. Wie is de schattigste hond? Jij natuurlijk. Ik aanbid je. De halsbanden zijn gemaakt. We gaan verder. Onze honden hebben huizen nodig. Ik weet zeker dat ik iets kan bedenken. Kartonnen dozen hebben me meer dan eens gered. Ze zullen nu ook helpen. Lieverd, waar ben je? Kijk eens naar deze schattige doos. Wat zeg je ervan? Wil je erin slapen? Ze lijkt het er niet mee eens te zijn. Oké, wat is er nog meer? En hoe vind je dit? Past ook niet. Zelfs een hamster zal hier niet leven. Oké. Deze zijn het proberen niet eens waard. Lijkt erop dat ik het probleem onderschat heb. Mia, wat ben je aan het doen? Ik probeer een hondenhok te maken, maar de dozen zijn te klein. Ik gebruik liever de hulp van professionals. Hallo, ik heb een hondenhok nodig. Stuur het beste wat je hebt. Snel alsjeblieft. Poef, dringende levering van een luxe hondenhok. Dank je, hou het wisselgeld maar. Hier, neem het, armding. Hey, ik ben geen bedelaar. Ik heb echt een beetje geld nodig. Laat mijn huisdier weten hoeveel ik van hem hou. Ja, het huis is echt netjes. Maar ik kan ook iets cools doen. Ik betwijfel of Mike deze doos nodig heeft. Ja, dit is de juiste maat. Ik moet het alleen een beetje aanpassen. Ik ga al het overbodige wegsnijden. Ha, bijna het belangrijkste vergeten. Hondje zal de ingang nodig hebben, toch? Uitstekend. En nog een paar kleine details. Precies zo. Mijn pluisje zal blij zijn met dit huisje. Heilige iPhone, wat ben je aan het doen? Hoewel, het ziet er best goed uit. We moeten het op een of andere manier ondertekenen. Nu zullen de honden zeker niets door elkaar halen. Yeah, niet slecht, niet slecht. Hey, wat doen jullie hier? We hebben hondenhokken gemaakt voor onze dieren. Wacht even, ik moet even bellen. Bouw een huis. Nee, voor een hond. Uitstekend. Hallo, ik heb verschillende projecten voorbereid. Kijk maar eens. Hier is een huis in de vorm van een gouden bot. Nee, laat de volgende zien. Redwood? Nee, te saai. Laat me het eerste project nog eens zien. Weet je, ik denk dat ik het leuk vind. Heb eens. We zullen het zo goed mogelijk doen. Hallo? Gouden, schiet op. Uw bestelling. Geweldig, zet hier maar neer. Ja, gigarijke Taylor weet veel van luxe. Fantastisch! Dank je. Oh ja, hier is je honorarium. En voor je. Oh, ik ga vandaag winkelen. Jongens, nu heeft mijn hondje ook een huis. Laten we dan met de openingsceremonie beginnen. Klaar? Wow, ja! Gelukkige housewarming voor onze nieuwe vrienden. Ze verdienen het. Mia, Mike en Taylor zijn blij dat ze hun viervoeters gelukkig kunnen maken. Ze zorgen elk op hun eigen manier voor hun huisdier. Maar ze houden echt van ze. En dat zijn niet alle verrassingen die onze helden hebben voorbereid voor de honden. Deze drie pups hebben echt geluk gehad met hun baasjes. Tot voor kort leefden ze in een asiel en droomden ze ervan hoe een vriendelijk iemand hen zou meenemen. En nu heeft iedereen een gezellig hondenhuis en een stijlvolle halsband. Ik denk dat we het geweldig gedaan hebben. Ik weet dat onze nieuwe vrienden nog meer missen. Hallo, alsjeblieft, stuur ons een stylist. Ja, we hebben de meest modieuze outfits nodig. Bonjour, ik heb een hele dure jas voor je. Nee, je begrijpt het niet. We hebben kleren nodig voor de honden. Voilà, een dinosaurus kostuum voor jou en een prachtige halsband voor jou. Ho ho, ik vind het leuk, we kopen het. Kijk naar deze outfit, geweldig. Misschien kan ik je ook helpen? Nee, bedankt. Oké, au revoir. Moet je iets bedenken? Eureka, ik heb een oude trui. Het moet alleen een beetje aangepast worden. Dit is niet de eerste keer voor mij. Eén snelle beweging en de trui verandert in een elegant hondenvest. Super! Ja, we hebben alles gedaan. Cool, nu zijn onze huisdieren zeker blij. Wat vind jij van de nieuwe hondenoutfits? Deel het in de comments welk pak je het leukst vindt.
Ondertussen hebben onze hondjes besloten om Troom TV te kijken. Ja, ik geef een feestje op een van de jachten vanavond. Dus organiseer de hapjes en drankjes. Een zwerver? Erik geeft deze arme jongen wat geld. Ik denk dat dat genoeg moet zijn. Hier, koop wat eten voor jezelf. Wat is dit, een aalmoes? Ik ben niet echt dakloos. Ik zie er niet eens zo slecht uit. Maar aan de andere kant, ik zou wel wat geld willen. Rijke Taylor gaf een feestje, maar arme Suzanne heeft geen tijd om te dansen. Terwijl iedereen zich vermaakt, werkt zij hard. Dames, willen jullie een koud drankje? Ja, dank u. Neem het glas, alstublieft. Het mijne ook. Hier is uw fooi. Wow! Dat is Ethan, de knapste jongen van het college en tevens het object van Suzanne's affectie. Maar ik kan niet komen opdagen als ik zo gekleed ben. Geweldig, dit is veel beter. Nu kan hij mijn charme niet weerstaan. Wow, Suzanne, je ziet er geweldig uit. Dank je. Ik wist niet dat je naar zulke feestjes ging. Laat me je een drankje aanbieden. Hé, wat heeft dat te betekenen? Waar is je serveerstersuniform? Erik, geef haar een badge. Het ziet er naar uit dat onze assenpoester het bal veel eerder moet verlaten dan ze had verwacht. Taylor is zo gemeen. Suzanne, wil je met me uitgaan? Ethan, meen je dat? Natuurlijk wil ik dat. Zorg dat je alles opschrijft. Dit onderwerp komt op de volgende toets. En terwijl het belangrijk is om niets te missen bij wiskunde, is Rijke Taylor bezig met iets spannenders. Oh ja, ik moet nog een paar punten scoren en dan breek ik mijn record. Ik hoop dat jullie het allemaal snappen. Taylor, wat ben je aan het doen? Hoe ga je studeren voor een test als je niet eens een aantekening maakt? Wat bedoel je? Mijn lijfwacht heeft het allemaal voor me opgeschreven. Erik, kom hier. Laat mevrouw Ross de aantekeningen zien. Nu meteen? Geef me papier. Wat is er toch met je aan de hand? Ik pak het zelf wel. Wacht even. Oh, is dat mijn portret? Meneer Erik, wat betekent dit? Ik wilde je vertellen dat ik je leuk vind. Ik was een echte 10-student in wiskunde trouwens. Echt waar? Je lijkt te vergeten dat je een baan hebt. Wacht, en ons afspraakje dan? Kom hier, ik verkoop de lekkerste hotdogs op de kermis. Waarom schreeuw je zo? Hé, als je coole souvenirfoto's wil maken, is deze plek de juiste keuze voor jou. Wie wil de limonade? Ik zal je leren hoe je de grappigste gezichten trekt. Wow, dat zijn veel spullen. Oh, wat heb je daar? Welk gezicht vind je het leukst? Die. Dan vinden we deze wel leuk. Brul. Kijk in de camera en herhaal naar mij. Brul. Nee, niet op die manier. Je moet je tanden laten zien als een dinosaurus. Cool, bedankt. Ik ben blij dat je het lekker vond. Help jezelf aan wat snoep. Tot ziens. Wanneer krijgen we klanten? Ik weet zeker dat ze zo komen. Wil je wat limonade? Wat dacht je van een grappige foto? Het is een tijd geleden dat ik een selfie heb genomen. Laten we voor dat gezicht gaan. Het heet, doe je per ongeluk de voorste camera aanzetten. Cool, doe ik het goed? Perfect, en nu de foto. Suzanne budget business idee bloeit. Geweldig, alsjeblieft. Heel erg bedankt. Nee, jij bedankt. Vergeet niet wat snoep voor jezelf te halen. Dat zijn mijn favorieten. Ik kom zeker terug. Dag. Dag. Erik, waarom denk je dat dit arme meisje zoveel klanten heeft? Erik, kun je me leren hoe ik van die grappige gezichtsuitdrukkingen moet maken? Oh, waarom niet? Probeer dit eens. Doe ik het goed? Niet echt, ik zal je corrigeren. Maar lippen in een tube en wenkbrauwen omhoog. Oh, dat is het. Ik snap het nu. Dank je. Neem dit snoepje. Wow, het is goud. En dit is voor jou. Goed gedaan, Suzanne. Jij bent absoluut de ster van deze kermis. Erik en ik hebben gewinkeld. Oh nee, dat hebben we thuis. Auw, mijn maag doet pijn. Ik denk dat ik voedselvergiftiging heb van de vergulde garnalen. We hebben nu toiletpapier nodig. Ik kan je dit speciale gouden toiletpapier aanbieden. Oké, 100, 200. Oh, ik ben de tel kwijt. Ik moet opnieuw beginnen. Geef hem gewoon alles. Ik neem dat. Bedankt. Dat is een fortuin. Nu hoef ik de rest van mijn leven niet meer te werken. Ik kan er niet meer tegen. Gesloten? Oh nee! Oh, ik ben gered! Geen zorgen, meneer. Ik sta achter u. Geen garnalen meer als ontbijt. Arme
arme Suzanne moet leven met een strikt budget. Wat? Een kakkerlak? Dus is ze bereid dapper te vechten voor elk stukje voedsel. Ik ga niet gemakkelijk neer, zoals in karate. Pak aan, jij gluiperige dief. De onfortuinlijke kakkerlak. En dit doe ik met iedereen die mijn eten probeert te stelen. De vis is daar. Het is gewoon een domme nachtmerrie. Oef. Maar ik ga beter wat insecticide halen voor het geval dat... De colleges van meneer Carter kunnen soms erg saai zijn. Maar ze zijn zo saai dat sommige studenten er meer plezier in hebben om met hun vingers in de lucht te wijzen. Hey Taylor, waarom maak je geen aantekeningen? Wat ben je eigenlijk aan het doen? Geen zorgen, meneer Carter. Ik heb alle informatie gedocumenteerd. Allemaal dankzij mijn nieuwste high-tech lenzen. Pak aan, dan kun je het zelf bekijken. Nou, laten we het proberen. Ik geloof het niet, je kunt hier alles vinden. Begrijp je nu de kracht van hoogwaardige technologie? Ja, het is zo cool. Taylor lijkt niet de enige in de klas te zijn die geniet van de hulp van de nieuwerwetse apparaten. Suzanne, heb jij ook superlenzen? Nou ja, kijk hier maar. Auw, mijn oog! Heb je besloten een cycloop van me te maken? Je krijgt een onvoldoende voor het traumatiseren van een leraar. Wacht hier, ik moet eerst zeker weten dat het veilig is. Het is veilig, kom binnen. Geweldig, bedankt. Een zaaltheater voor mij, precies zoals ik het graag heb. Het is de enige manier om van een film te genieten. Dame, waar ga je heen? Dit is nu een privésessie. Maar ik wacht al een half jaar op deze première. Ik denk dat ik een beetje lastig moet zijn. Oh, ik ga dood van verveling. Misschien is er een nieuw filter op Instagram? Het lijkt erop dat er nog een publiekslid in het theater zit. Oh ja, dat is nog eens actie. Oh, dat moet echt pijn doen. Oh, is er altijd al dit voetenbankje geweest? Hoe dan ook, laat maar zitten. Deze film wordt zeker één van mijn favorieten. Misschien niet super comfortabel, maar Suzanne kreeg de kans om de film ook vanaf de eerste rij te bekijken. Het is me gelukt, daar ben ik goed in. Taylor's favoriete bezigheid is geld tellen. Achoo! We moeten nu dringende maatregelen nemen. De persoonlijke dokters van onze rijke man kunnen niets anders laten gebeuren met hun dierbare patiënt. Zijn ademhaling is prima. Uw diagnose is dat u ongelooflijk rijk bent. Wat een opluchting. Ik was bang. Achoo! Dokter Erik, haal de gouden spuit. Eindelijk! Hé, hey, wie nam het toiletpapier? Geef het terug, ik heb het harder nodig. Onze arme Suzanne is ziek en heeft een vreselijke loopneus. Ik kan er niet meer tegen. Achoo! Ik had het raam niet open moeten laten 's nachts. Oh nee, ik heb nu iets nodig om mijn neus in te snuiten. Ze heeft geen geld voor medicijnen. En de gewone tissues zijn al lang op. Improvisatie en creativiteit redden het meisje. Het is maar goed dat ik me tenminste toiletpapier kan veroorloven. Ik zou een prijs moeten krijgen voor deze ontwikkeling. En terwijl Suzanne en Taylor ziek zijn, is er een of ander gedoe op de universiteit. Schat, mijn college begint zo. Ik bel je later. Hier zijn de problemen. Ben's pen stopte met schrijven, dus besloot hij met een potlood te schrijven. Nicole, mag ik je potlood lenen? Natuurlijk, wacht even. De rijke Nicole helpt haar medestudent graag. Maar hij zal nog veel langer moeten wachten. Want, zoals iedereen weet, nou ja, of rugzak, is een Bermuda-driehoek. Oh, dit is mijn laatste verjaardagsfeestje. Ik vergat het weg te gooien. Een gewone man zou dat soort magie niet begrijpen. De tijd verstreek en de dingen bleven verschijnen als uit een tovenaarshoed. Waarom is dat zelfs hier? Oh, kijk, ik heb een pen gevonden. Ik was het helemaal vergeten. Je vroeg om een potlood. Hier is het. Het lag bijna onderaan. Geweldig, dank je. Zoveel moeite voor een potlood? Oké, ik ruim dit op na de les. Heb je ook een gum? Een gum? Die moet hier ergens liggen. Laat me eens kijken. Dat is het niet. Weet je wat? Ik ben van gedachten veranderd. Je hoeft niets te zoeken. In feite maak ik liever thuis mijn aantekeningen af. Weet je het zeker? Waar dan ook. Vond je onze video leuk? Wat is een goede morgen zonder een ontspannend bad? Maar er is een reden dat Taylor's badkamer hem veel geld heeft gekost. Het enige wat hij hoeft te doen is zijn telefooncamera op een bepaalde QR-code te richten. En hij krijgt meteen alles wat hij wil. Nu heb ik honger.
Oh, uw ontbijt, meneer Taylor. En wat heb je vandaag voor me gemaakt? Chocolade dessert en aardbeien? Uitstekend, zoals altijd. Met zo'n service hoeft Taylor zich natuurlijk ook niet aan te kleden. Er ontbreekt iets. Misschien details. Juist, waarom heb ik daar niet eerder aan gedacht? Nu praten we. Een beetje meer goud zou geen kwaad kunnen. Dat is het, ik ben nu klaar. Ik wil die QR-code ook proberen te gebruiken. Dus, waar is mijn gouden armband? Niet bewegen, je staat onder arrest. Je hebt het helemaal mis. Erik heeft nooit veel geluk gehad. Maar dit is een vergissing. Maak nu kennis met de echte dief en fraudeur, Chris Anderson. Relax, we kunnen het. Stil, dat is hem. Maak je klaar, nu. Dat is nogal een draai. Chris is een van de beroemdste oplichters in de onderwereld. Dus van tijd tot tijd hopen aspirant-oplichters hem naïef te beroven. Hij is snel. Hoe heeft hij dat gedaan? Wacht op mij, Abby. Je snapt me niet. Zal het Chris deze keer lukken om de achtervolging te ontkomen? Oh nee, dit is een doorlopende weg. Wat moet ik doen? Oh, dit is fijn. Ik kan beter dienen dan de buit geven. Wat een sluwe vent. We zijn hem kwijt. Zo ziet een echte dief eruit. En ik ben onschuldig. Nou ja, niet Versailles natuurlijk. Maar ik kan hier leven. Er is een LED-achtergrondverlichting. Oh, zelfs een gitaar. Uitstekend. Het zal me bezighouden op die eenzame nachten. Wacht. Zag ik dat net? Zelfs een tunnel? Kom op, dat kan niet waar zijn. Laten we eens kijken. Wauw. Geloof me, er is niet zo'n gelukkige kerel als Chris. Het lijkt erop dat ik hier nog wel een tijdje zal zijn. Was dat? Het is van de vorige gevangene. Ze heeft een cadeautje achtergelaten. Het is een lepel. Dus ik ga een tunnel graven. Wauw, ze heeft er zelfs plaatsen voor aangewezen. Ik ben zo gelukkig. Ik heb het. Het staat hier. Laten we beginnen. Ja, het zal veel tijd in beslag nemen. Misschien is het beter om het hier te doen? Oh, nog één foto. Wat? Ze is een bedriegster. Wat kun je anders verwachten van een crimineel? Arme Erik, zelfs in de moeilijkste situatie gelooft hij blindelings in geluk. Maar dat zou hij niet moeten doen. Pak aan, schurk. Ja, ik zal een goede karateman kunnen zijn. Hallo, ga zitten, vriend. Ha, hulp nodig? Ik heb het. Dus ik stel deze opties voor. Deze? Goede keuze, ik vind het leuk. Dit is een van de meest trendy kapsels van dit seizoen. Maak je klaar en laten we het doen. Wat vind je ervan, vriend? Ik vind het prachtig. Oh, arme jongen. Nou, het gebeurt. Ik adviseer je om de weg te doen. Ik kweek het al 2 jaar. Dit was wat je nodig hebt. Neem je me in de maling? Oh nee, ik ben heel serieus. Wat? Nee! Mijn arme sneeuwwitte krullen. Ik begrijp niet hoe ik dit verdiend heb. Ik wil naar huis. Oh, speelgoed. Wat een vondst. Nu zal het leuker zijn voor de mensen in de cel. Hoi. Heeft deze gevangenis het menu aangepast? Gefeliciteerd. Je bent onze miljoenste gevangene, dus je krijgt deze maaltijd cadeau. Je moet dit houden. Nou, Chris had weer geluk. Vicky, zorg jij voor deze jongen? Ja, meneer. Pap, maar ik wil ook een hamburger en friet. Ik was de eerste die kwam. Is dat mijn pop-it? Dus je blijft stelen, hè? Huh? Ik heb niet gestolen. Ik heb het gevonden. Ga je pap opeten. Maar... ja, onze onfortuinlijke Erik gaat een hoop problemen krijgen. Wat als ik niet alleen speelgoed heb gestolen? Nou, waarom controleren we dat niet? Het werkt. Is er een betere optie? Nou, dat niet.
Oh, dit uitzicht vanuit het raam is goed voor mij. Dit is een kleine snack van mij, Knabbert. Dank je. Een man kan alleen maar dromen van zo'n bewaker. Aromatische koffie, een croissant en uitzicht op Troomtoren. Hoe kom ik hier uit? Oh, ik denk dat ik een idee heb. Wat als het werkt? 3, 3, 3, 3, 1, 2, 2, 5. Het heeft gewerkt. Ben ik vrij? Wat gebeurt er? Veel wakker worden, luilakken. De vloeren loeren niet. Ik hou van mijn baan. Wat een smaak. Eet smakelijk voor mij. Wat is dit? Ja, er is een heel magazijn met dit gereedschap. Maar waarom? Nou, dat is in orde. Ik vind er wel nut voor. Oh, zelfs dat? Cool. Ik had niet verwacht dat zo'n verrassing in brood te zien zou zijn. Ik blijf in vorm voor je toekomstige misdaden. Dank je, mama. Ik zie geen bewakers. Ik kan mijn voorraad krijgen. Kom hier, mijn verse brood. Wat is er? Oh, bestand. Mama, dank je. Je bent de beste. Ik verveel me. Oh, dat is interessant. Ik heb je. Wat? Dat was ik niet. Maar hij mocht het niet eens proberen. Mijn favoriete liedje. Oh, hallo schoonheid. Wat heb je vandaag voor me? Er is een speciaal boek. Hier ga je. Dank je, schat. Wat een meid. Zo, laten we eens kijken wat er zo speciaal is aan dit boek. Wauw. Ze liet me haar bijnaam achter op Instagram. Ik denk dat ik verliefd ben. Ik zal sterven van verveling voordat ik vrij ben. Boeken! Kan ik een grote krijgen? Natuurlijk, die ene is genoeg voor jou. Nou, laat maar. Ik ben blij dat ik deze heb. Verliezer? Het hele boek was verpest. Zal ik ooit nog ergens geluk mee hebben? Blijkbaar niet. Oké, dat is het. Het is tijd om te rennen. Nog even en ik graaf naar het einde. Wow, ik kan mijn ogen niet geloven. Borst? En een zware. Is er echt iets waar ik aan denk? Controleer de cellen. Wat? Arme gevangene Chris probeert te ontsnappen. Alarm! Nee, nee, wacht. Vicky, ik heb iets voor je. Kom hier, alsjeblieft. Oké, je hebt 10 seconden. Kijk, dit is voor jou. Het staat je goed. Het zij zo. Ik zal je niet ontmaskeren. Wat zijn dat voor geluiden? Kom op, kom op. Ja, het graven is gedaan. Jij? Oeps, wacht maar af. Dat is het, ik ben klaar. Deze lang verwachte dag is gekomen. Chris Anderson is vrij. Gefeliciteerd, Chris. Zeg hallo tegen de frisse lucht voor mij. Hey. Ah. Lin-In, dit is voor jou. Het zal je leren hoe je vuilnis moet rondgooien. Nee! Gelukkige Chris werd nog eerder vrijgelaten wegens voorbeeldig gedrag. Wat kan er beter zijn dan vrijheid? Oh, vrienden. Chris, we zijn hier voor jou. Kom op, we geven een feest ter ere van je vrijlating. Vaarwel, mijn liefde. Ik zal je nooit vergeten, Chris Anderson. Dacht je dat ik me zou verlaten? Je gaat met me mee, lieverd. Het geluk volgt Chris overal waar hij gaat. Hij had geluk zijn ware liefde te ontmoeten. Ik kan niet geloven dat ik eindelijk vrij ben. Oh, deze lucht. Ik heb het zo gemist. Ik voel gewoon dat de reeks mislukkingen voorbij is. En dat me grote positieve veranderingen te wachten staan. Bedankt, ik woon hier niet ver vandaan. Holy moly! Wie is dit? Ga uit als busje. Sorry, ik ben al weg. Je doet het weer, meneer Ritz. Ik hoop dat je je mobiel gemist hebt. Erik, je hebt weer pech.